Waarom zit je vast, man? Ja, dat is een hele flauwe grap van een vriend van me, maar die, eigenlijk kan je zelf zo terugkomen. De gierige gast op die beeldscherm, mijn naam is Niels. En mijn naam is Martijn. En Niels, ik weet hoe ontzettend fan jij van de kermis bent, dus ik heb een verrassing voor jou. Nou. We gaan naar de kermis. Nou, dat is een verrassing. Wat leuk. En jij mag één attractie uitkiezen mm-hmm. en dan mag je de hele dag in. Oké, en hoe gaan we dat dan gratis doen? Ja, dat ga je zo meteen meemaken. Surprise, surprise. Nou jongens, op naar. Ik rijd. Heb jij geen rijbewijs, Niels? Ik heb wel rijbewijs. Nee. Boom! Gaat. Ja! Yeah. Help! Jij kan echt goed rijden, Niels. Dankjewel. Ik heb het allemaal geleerd van rijschool Fresh Drive. En zij zijn zo lief om mij 5 gratis rijlessen te geven om uit te delen aan onze lieve kijkers. Het enige wat je hoeft te doen is even opletten hoe ik nu optrek. En daarna gewoon even een comment te plaatsen hieronder dat je die rijlessen wil. En dan geef ik ze volgende week weg. Wat gaat gebeuren? Ik ga Niels handboeien aan de attractie, want Niels... Nee, dat gaan we dus andersom doen. Ik word kotsmisselijk in dat soort attracties. Dat is leuk, nee. Fuse. Ik kan er niet meer tegen, joh. Oké, ik ga het wel weer doen. Ja. Jij gaat mij vastbinden met deze handboeien en dan ren jij weg en dan komen ze naar me toe van, hey, ga je nog eruit? Ja, ja. Kan er niet uit. Kan je hem hebben, denk je? Kan je hem hebben? Hij gaat je klappen zo, hè? Nee, ik kan hier niet tegen. Oh, ik moet mijn ogen even dicht doen, hoor. Dat ga ik bad. Ik wil niet meer. Ah, oh, Jezus. Jezus. Ja, kom maar. Oh, Niels, wat doe je nou? Niels, nee. Wat doe je? Hey, alsjeblieft. Succes verder. Veel plezier met Niels. De 20 ritjes. Niels. Dat te zijn. Ja, maar dat krijg ik niet los. Dit krijg je niet los? Kom die op, maak je kapot. Ja, ik neem die op. Ja, maak hem maar kapot. Mij interesseert het niet. Kijk. Wat is er misgegaan? Oh, ik heb geen horloge van vandaag. Nou, het is misgegaan bij het fabriceren van deze rukhandboeien. Heb je nog een extra ritje kunnen maken? Nee, ik heb wel nog even in de attractie mogen zitten, maar ja. Dat mag iedereen. 2 minuten stilgezeten. Wat leuk. Oké, nou, we moeten een nieuwe handboeien gaan scoren. Maar niet, de tweede dag. We hebben een geweldig plan bedacht. Vertel wat is het plan? Nou, we hebben echt een beetje gekeken wat er nou precies misging. We hebben een beetje gekeken naar waar alle plekken van de attracties waren. En we zijn achtergekomen, we hebben gewoon een sterke handboeien nodig. Nou, Joost. Oké, al een beetje. Hoeveel rietjes ga je? Tot de kermis sluit. Ken je niet uit vandaag, hè? Ja, dat is mooi. Baby. Oh, begin jongens. Oké. Okay. Joost, hebben ze juist vast een boeit. Nee, Joost. Terugkomen. Joost. Het is een hele stomme grap van een vriend van mij. Holy crap. Die heeft mij vastgebonden. Joost is nu vandoor. Ik zit met mijn hand vast in de attractie. Dus ik kan echt geen kant op, want dan zou ik het willen. Hoi. Hallo. Ik ben de konijn, gemeente Purmerend. Goedendag, Martijn. Hey, ik zit in een hele bijzondere positie. En u? Ja, ik neem aan dat hij zo terug gaat komen. Hij gaat me hier niet laten zitten, lijkt me. Gaan we weer. Nog een keer. Nog een keer. Je zult zometeen de politie gaan bellen als ik hier te lang in blijf zitten. Dat is echt niet leuk, man. Hoe zit je vast, man? Ja, dat is een hele flauwe grap van een vriend van me, maar eigenlijk kan je zelf zo terugkomen. En waar is hij dan? Ja, ik denk dat hij ook weer terugkomt. Maar is er een probleem? Ja. Nou, dat denk je zelf. We gaan hem losknippen zo. Oké. Oké, ik krijg dus een belletje van Julius. Dat de politie er is, dat je heel snel moet komen.
Want die zijn er totaal niet blij mee. Dus ik ga Martijn even uit zijn lijden verlossen. Oh jongens, ik ben kotsmisselijk. Ja, ik kom bij jou aan. En er staat een horde met politie. Vertel wat is gebeurd. Ja, nou ja, die liepen langs en die man achter de balie heeft geroepen, verhaal verteld. Er zit een jongen vast in mijn attractie. Haal hem eruit. De politie kon het in het begin niet waarderen. Wilde eerst twee boetes uitschrijven voor mij en Joost. Ja. Hebben dat uiteindelijk niet gedaan. En de hele grap van alles, door alle commotie, heeft er niemand mij gevraagd of ik misschien mijn ritjes wilde afrekenen. Serieus? Dus ik heb wel gratis in attractie gezeten. Geen boete en gratis ritjes. Is gewoon gelukt. Lekker man. Maar hey, ook wel misselijk. Ja, vond je dit nou een leuke video en een hele leuke streek? Doe even een duimpje omhoog en volg ons natuurlijk ook op social media. En abonneer natuurlijk op dit kanaal. Ja, en dan zien we jullie volgende week gewoon met een nieuwe video. Bam!